Ja, privacy reden heb ik even de video uitgezet, want je hoort mensen op de achtergrond. We zijn in de rechtbank, we kaarten hier het onrecht aan van onze onrechtszaak, valse vordering, meer dan 200 mensen gearresteerd op het Museumplein in maart, als ik het goed heb. Ik ben even de datum kwijt, 23 maart volgens mij. Dus we zijn volop bezig hier de rechtbank onder druk te zetten om ook toe te geven dat er fouten zijn gemaakt. Ik ben nog even hier om de volgende drie personen die nu in de wachtrij staan, we wachten al een half uur, heel vreemd hoe het hier gaat. Ja, te steunen, te horen hoe zij het aanpakken, verschillende strategieën, verschillende gedachtes. Mijn uitspraak was strafvermindering van in plaats van 250 euro boete, 125 euro boete. En toch ga ik in hoger beroep. Er zijn vele vormfouten gemaakt, er zijn vele misdaden gepleegd tegen ons op het Museumplein. En ik zal hier later nog meer over openbaren. Ben dankbaar voor de fakkelactie gisteren. Grote steun, grote media, commotie weer gecreëerd. Mooie woorden zijn gesproken tegen mevrouw Kaag, de dienaar van Klaus Schwab en de World Economic Forum. Hoogverraad, landverraad, duidelijk aantoonbaar op velerlei wijze. Rechtbank Amsterdam. Ik had veel tijd om mezelf te verdedigen. Ik zat met tweeën, één vrouw en ik. En die vrouw sprak geen goed Nederlands, dus er was een tolk bij. Was een beetje voor mij afleidend. Die tolk zat de hele tijd te vertalen. Nu zijn er drie mensen tegelijk. Ik was dus met twee. Ik heb veel spreektijd gehad. En ik heb alles bij elkaar geschreeuwd. De hele recht. Ze hebben zelfs mijn geluid uitgezet. Ze zei, ja, je volume is te hoog. Ik zeg, ja, ik ben woest over dit onrecht. Niet over het onrecht van alleen deze zaak, maar het gehele onrecht wat ons op Museumplein is aangedaan. Alle leugens, laster, smaad, bedrog, valse redenen. Ik zeg, hoe kun je nu nog je beroepen op de spoedwet, de coronamaatregelen? Alles is al lang geopenbaard dat het allemaal niet nodig is geweest, dat het allemaal vals is. Dus leugen op leugen hier en de hele onrechtbank. Kijk hoe duur deze dingen zijn. Iemand zei laatst, deze stenen. Dit gebouw is met enorm veel geld gefinancierd. Maar de inhoud, de rechtvaardigheid is nergens te vinden. Ik hou jullie op de hoogte. We zijn volop bezig. Iemand gaat de common law toepassen nu. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik zal als toeschouwer erbij zijn. We wachten al een half uur. Dus hier is zware commotie gecreëerd. Ik kan er niet te veel over zeggen nu. Maar ze voelen zich zeker niet prettig nu dat wij hier zo boos zijn en zo kritisch zijn. Want ze willen hier gewoon de baas spelen over ons. Maar wij laten ons niet intimideren. Wij zijn geen slaven van het systeem. Wij zijn ook niet slachtoffer of dader. Wij zijn vrije mensen met een eigen mening. En wij protesteren en manifesteren op een rechtvaardige, vriendelijke, nette manier. En dat gaat het om. En daar kan je ons nooit wegvorderen of arresteren. Dus ik heb een paar dingen op de planning vandaag. Ik moet ook een beetje mijn rust pakken. Het was ook een hele intensieve dag gisteren. We hebben een hele mooie vredesbijeenkomst gehad op de Dam. Een mooie mars, mooie verbinding, mooie ontmoetingen. Heel veel steun. Ook de fakkelactie ergens in het oosten van het land, als ik het goed zeg. Heel mooi, heel ingrijpend, heel opwekkend, heel opbeurend, heel steunend. Ik hoop ook dat de discussie weer volop bezig is. Mark Rutte heeft gezegd, ja, je mag geen politici intimideren, maar je mag wel altijd demonstreren. Nou ja, daarom zeg ik, heb ik dat ook aangehaald net hier in de rechtbank. Ik zeg, waarom mochten wij die dag dan niet demonstreren? Ja, vanwege de coronamaatregelen. Ik zeg, ja, maar die zijn al lang geopenbaard via de WOP-verzoeken, dat het allemaal niet nodig is geweest, allemaal vals is. Dus met terugwerkende kracht moet alles hersteld worden. En sowieso moet er heel veel hersteld worden. Dus er wordt zoveel gelogen door minister-president, zoveel geframed. Nu ineens op het nieuws, ja, de bedreigers van Pim Lammers, die worden gezocht. Nou, ik ben benieuwd. Dus we zijn hier al behoorlijk lang bezig nu om deze hele onrechtszaak te openbaren. En dat zal ook gebeuren. Heel bizar allemaal, mensen. Ik hou jullie op de hoogte.